hoe heet dat ding ook weer? Koning. Dit is echt een grap. Bonjour. Bonjour. Wij gaan... Nou, even wachten. Oké. Okay. Zij heeft weer wat. Ja, het is elke keer... Ik vind dat het thema elke keer komt vanuit jou. Want jij hebt elke keer wat. Nou, niet altijd, maar wel veel. Nou, ik bedenk... Zeg maar, op een of andere manier wil ik altijd dingen die ver weg zijn. Dat is het een beetje. Ja, want jij houdt aan wat van ver komt is lekker. Dat zeggen ze toch? Dat zeggen gaat ze. Toch over mannen? Oh, ik dacht van alles. Dat het met alles te maken had. Nee, oké. Wat zeg je nou toch? Ja. Nou ja. Nou, kijk. Het zit zo. Vroeger, toen ik op de middelbare school zat. Die zat in Overveen. En in Overveen had je een klein snackbarretje. Een soort bruin snackbarretje. En een jongen uit de klas. Matthew. Is wel leuk om te vermelden. Leuk. Misschien kijkt hij. Ja, misschien kijkt hij. Matthew. Die, nou, Matthew, oh, sorry. Was dat heel moeilijk. Moest oh, okay. Zo... Nou, Matthew, nou, ja. Het boeit me niet. Het boeit ik ook zeg niet. Gewoon Matthew. Ja, dat mag. Ja. Of Matthew, dat kan Matthew. Ook als je dat makkelijker vindt. Matthew! Gezondheid. Matthew. Dus, die zei, toen gingen we daar, was dus 14 of zo, weet ik veel, gingen we naar die snackbar. En toen zei die, ik neem altijd een eibroodje. Ja. Nou denk je, eibroodje, een broodje, ei. Nee. Eibroodje heette dat. En dat was dus een soort van... Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar een soort van kroket. In de vorm van een bal. En daarin zat dan ook gekookt ei. Ja. Zo kan ik het best uitleggen, denk ik. Ja. Nou, dat was fantastisch. Dus ik ging altijd eibroodje halen. Ja. Sinds toen, in elke snackbar waar ik kom... Kijk je of er een eibroodje is. Kijk ik of er eibroodje op het menu staat. Nou, ik heb het nog nooit gezien. Maar echt nog nooit. Maar wat is nou de clue van dit verhaal? Wat blijkt nou? Ik was een poosje geleden aan het eten. En toen reageerde iemand daarop in de DM. En die zei, eet je daar dan ook een eierbal bij? Dus ik stuurde zo, eierbal? Wat is dat? Ik heb er nooit van gehoord. Wat bleek nou? Dat bleek de... Het eibroodje van haar te zijn. Dus zeg maar, het eibroodje heet eigenlijk een eierbal. En dat is dus een soort delicatesse vanuit Gröning. Ja. Zeggen ze dat zo? Gröning. Gröning. Ja, denk ik. Okay. Gröning. Dus wat gaan wij nou doen? Wij gaan nu met een bloedgang... Nou, we hebben dus een echte Gröningse inwoner. Ja, 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 een, ja. Een vriend. Vriend van ons. Vriend van de show. Hebben we dus gevraagd van, hey, ben jij een eierballenspecialist? Waar moeten we dan zijn? Nou, en die heeft ons dus naar een snackbar gestuurd. Ja. Die zei, je moet naar die snackbar, dat is de echte eierballen. Ja, en die snackbar heet Snackbar Koning? De Koning. De Koning. Of Koning? Nou ja, oké, okay, whatever. Dus daar gaan wij nu heen. Ja. Wij gaan nu naar die snackbar. Ja, naar Gröning. Naar Gröning. Om een eierbal te eten. Ik weet niet wat ik ga meemaken, maar we gaan het zien. Ja. Ja. Het is echt spannend. We zijn nu, zeg maar, ik ruik de eierballen al. Ik vind het geen aantrekkelijke naam eigenlijk. Ik vind het ook geen aantrekkelijke naam, want het klinkt als teelballen. En, We moeten echt veel wat een wiebelende camera hebben we. Zie je dat? Oh, sorry, door de weg. Hoe heet dat ding ook weer? Koning. Dit is echt een grap. Ik ga heel veel de camera omdraaien, zodat de mensen zien wat zeg maar weer het probleem van ons leven is. Ik denk dat we kort kunnen samenvatten dat snackbar Koning... Vermee. Die is Vermee. Vermee! Na 2,5 uur rijden...
En er staat ook, geloof ik, op Taste the Feeling staat hier, maar bij Taste echt helemaal niks. Nou, dit vind ik echt vervelend. Want deze tip hebben we gekregen, hè? Dit is een tip die... Kijk jij even op de openingstijden, want misschien zijn zijn wij wel te vroeg. En... Moment. Dat geloof je toch niet, mensen? Het is echt... Koning Groningen. Moment. Wacht even. Ja, het is spiegelbeeld. Maandag gesloten. Sorry, ik heb daar niet over nagedacht. Welke snackbar is er nou dicht? Wat is dit nou voor gekkigheid? Toch? Ik bedoel, het is een delicatesse waar ze mee lopen te leuren. Restaria Zuid. Hé, hey, die is open. Oké. Nou, alsjeblieft, rijdt u daarheen. Wacht, hoe lang is dat rijden? 14 minuten. Oké, nou ja, we zijn toch al lang. Wacht, zal ik ze bellen eerst? Ik ga ze eerst bellen. Ik ga dit risico niet meer lopen. Nee, ik ben nou klaar mee. Ik ga ze bellen. Moment. Het is echt niet normaal dit. Dit is echt onze... Hi, je spreekt met Tirza. Ik heb een vraagje. Zijn jullie gewoon open? Alleen voor afhalen. Ja, en jullie hebben ook eierballen. Oh, we komen eraan. Oké, nee, komen we eierballen halen. Vast ingooien. Ja, het duurt 14 minuten, nou, toch? Maar straks is het verkeerd. Nee, was 20 minuten. Kunnen we daar parkeren? Kunnen we bij jullie parkeren voor de deur? Het laden en lossen. Oh ja, en hoe lang duurt het bakken ongeveer? 6 minuten. Oké, ja, dan als u ze straks erin wil gooien. Wij zijn er ongeveer met... 20 minuten. 20 minuten. 2. Ja. 2. We willen er 2, toch? 2 eierballen, alstublieft. Oh, is toch... Ja, alstublieft. En eet je dat dan met mayonaise? Of hoe eet je dat? Puur. Oh, dan doe anders maar een bakje huisgemaakte mayonaise erbij. Oh, ja, alstublieft. Ja. 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 Wij komen eraan. Dank u. Doeg. Oh, dat was echt een hele aardige vrouw. Oh, score. Zo heet het? Ingooien. Restaria Zuid. Nou, oh. Huppatee. Huppatee. Is het toch nog gelukt, meid? Het komt helemaal goed. Ik was vergeten dat we daar niet binnen kunnen zitten. Nee. Was ik vergeten. Oh, die riem van jou is zo vervelend. Was ik vergeten? Oh, ik moet omkeren hier. Is dit één richting? Hoe straatje keren is niet makkelijk hier. Nee, wacht. Kijk dan daar kan je even draaien. We zijn er. We zijn er. Bij jouw beroemde eierbal. Ja, bij Restaria Zuid zijn we. Oké, daar heb je die aardige mevrouw. Oké, is handig gebeld? We hebben gebeld. Wij komen 2,5 uur rijden. Ja. Voor de eierbal. Ja. Serieus. Yes, echt waar. Kijk maar leuk. Oh, wacht. Hij ziet er niet zo mooi meer uit. Maar... houd minimaal 25 eierballen afstand. Oh, dat is echt leuk. Leuk, hè? Wij komen speciaal voor de eierbal. Ja. Vanuit Hoofddorp. Ja. De lekkerste. Oh, kijk. Oh. Zie je, dat zijn we toch. We hebben toch de goede gevonden. Kijk, we zitten helemaal goed, hoor. Want dit is een oorkonde met goud bekroond. Nou, we zitten helemaal geramd, hoor. Ik ben zo benieuwd. Ik ook. Hartelijk bedankt voor de goede service. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Nee, oh, ik ook. Dat lukken, dat kan niet anders. Dankjewel. Doeg. Zo. Nou, ik vind dit ook een hele leuke snackbar. Een hele aardige mevrouw. Ja. Misschien leuk als we het nog even in beeld nemen voor... hier, weet je. Oh, sorry, moet ik hier... Kijk. Restaria Zuid. Ja. Dat staat ook echt op de gevel. Ja. Dat ze eierballen maken. Ja. Nou, we gaan er even aan knabbelen. Ja. Oh, ik ben zo benieuwd. Met de huisgemaakt. Oh, eerlijk, die mayo ziet er ook echt lekker uit. Ja. Klein balletje. Oké. Dit is hem. Ja,
weet dat dat niet mag van jou. Jawel, maar het mag in dit geval wel. Want toch? Want dat is echt voor de sensatie. Ja, voor de smaaksensatie. Doe even zo. Okay. Ja. Ik doe even de mayo open. Nee, eerst zonder. Eerst zonder, mayo. Want ze zei je moet eigenlijk zonder, toch? Dat was de beste. Zullen we tegelijk een hapje nemen? Want dan is het leuker als ik niet weet wat erin zit. Snap je? Brand nu ons mond, stop. Ja, misschien. Oké. Okay. Oh! Het is echt gewoon als een kroket. Maar dan inderdaad wat meer curry-achtig. Curry. Nee, dit is wel belangrijk, want dat is echt een verschil. Kijk. Kiekoek. Echt leuk. Is dit een... Je werkt naar het doel. Maar je moet dus in het ei happen nu. Dat is de bedoeling, want ik ga er omheen eten. Jij eet er nu ook omheen. Ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Wel lekker. Ja, ik vind het ook lekker. En ik vind het zo leuk dat er een ei in zit, want het is net zo'n kindersurprise ei. Ja. Echt geinig. Ik ga nu in het ei hoor, met mijn tandjes. Jij ook? Ja. Ja, dit vind ik lekker. Ik vind het ook lekker. Ja, dit vind ik lekker. Dan hebben we een probleem. Nee, mijn probleem. Want nu moeten we dus elke week naar Groningen voor eierballen. Ballen. Oh, ik vind het ook echt lekker. Ja, hè? Het is ook lekker smeuïg. Ja. Wow. Oh, dit is echt lekker. Zullen we nog iets met mayonaise proberen? Oh, ging jij ook doen? Ja. Want eerlijk, zeg maar, mayonaise is echt... Lekker bij alles. Ja. En dit is huisgemaakt, dus moeten we wel even proeven. Oh, hij ruikt ook heel lekker. Wacht. Leg ik wil... hier het dekseltje. Kijk dan. Hier, het dekseltje. Oh ja, wacht. Ja, en dan kan je dit zo... Oh nee! Aan je brilpoot! Lulkut! Oh! Dit is echt toch weer zo... Ik zeg, leg het hier neer! Ja, maar kijk dan, dit is te smal! Godsamme, een mayo mijn bril. Wat is nou weer lulkut? Dit is een scheldwoord. We proberen nu even de huisgemaakte mayonaise. Oké. Okay. Romig? Ja. Echt lekker mayonaise. Ook lastig, want die kunnen we natuurlijk ook nooit meer bij ons krijgen. Nee, het is eigenlijk een beetje dom dat we dit doen. Ja. Want nu moeten we elke keer 2,5 uur rijden. Ja. Echt lekker. Die mevrouw was ook echt aardig, vond je niet? Hoe echt aardig mevrouw. Ja. Oh, ik vind het echt lekker. Ja, ik ook. En nu dan? Het is echt jammer dit, zeg. Waar kunnen we dit al dan niet uit de diepvries of zo? Dan maar. Dat is nooit zo lekker als dit natuurlijk. Wow! Wacht. Misschien kun je het hier kopen bij een supermarkt in de vriezer. Ja, maar ik denk eerder bij de Makro of de Sligro of zo. Dat denk ik. Maar ook prima. Dat denk ik. We gaan dit zoeken. Dit is echt lekker. Maar deze zijn natuurlijk extra lekker, omdat ze echt helemaal... Winnaar van de lekkerste eierballen. Ja. Lekker, hè? Ja, is echt lekker. Oh. Echt lekker. Ja, is echt lekker. Zal ik met mijn vinger nu in die mayonaise? Nee, ik ga het echt niet doen. Ik vind het jammer dat hij op is. Ja. Ik had er nog wel één opgekund. Maar ja. Ik wist niet dat ze relatief klein waren. Want dan had ik er meer besteld. Ja, hè? Net als oliebollen. Dat je gewoon zegt, doe er maar 6. 3, ja. Misschien moeten we even afzwaaien. Ja. Ik zeg veel Ja. Bedankt voor het kijken naar deze zoektocht. Ik ben blij dat we tot een goed eind zijn gekomen. Ja. Want het was toch een beetje treurig toen we voor een dichte deur stonden. Maar dat werd zo goed opgevangen door die mevrouw. Ja, topper. Ja, en ik ben blij dat zeg maar de smaaktest, zeg maar, dat we nu zeg maar tot een conclusie zijn gekomen dat het echt heel lekker is. En dat we nu huilend naar huis gaan omdat we eigenlijk ook bij ons eierballen willen. Ja. Tot de volgende vlog. Tot de volgende vlog.